Welkom dames en heren bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Vincent van Davinzo Games en we gaan The Sims 4 spelen. Creëer een sim demo. Het is een demo, dus verwacht er niet heel veel van. Maar ik ben toch benieuwd naar deze nieuwe game. Tot na de intro! Oh. Okay, people, let's go to work. Ja, hallo mensen, welkom terug. En we gaan eens even kijken wat we gaan doen. We gaan namelijk een karakter maken in The Sims. Hallo, ik heet... Boscha Blanco. Ik heet gewoon Vincent Bauricius. Dat is mijn naam. Hallo, dit is mijn naam. En ik ben natuurlijk een man. We kunnen kiezen uit een vol jongvolwassenen. Je kan ook een bejaard en een opa doen. Is dit bejaard? Dat zal wel iets ouder zijn. Ik denk dat het eerst een kind, een baby wordt. Of een puber. Of een kind, puber, jongvolwassene, ouder en opa. Wat is dit? Hartelijk onbezonnen. Ik ben eigenlijk wel hartelijk. Oh, wauw. Kom nou, Narga. Meske je jumps. Nobby. Oké. Nou, ik kies voor hartelijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Kies een doel. Afwijkend, kennis, liefde. Nou, ik heb eigenlijk wel een beetje liefde in me. Zielsverwant, romanticus. Ik ben een beetje romanticus. Kies een eigenschap. Creatief ben ik. Ik, grapjas ben ik ook wel. En ik ben misschien ook wel geniaal. Geniaal, weet je wel. Zo, dokter geniaal. Dokter Jack. Heet hoofd, oké. Wat hebben we hier? We hebben hier hobby's. Kunstliefhebber, foodie, boekenworm, muziekliefhebber. Ik ben zeker wel een muziekliefhebbertje. Oh, je moet kiezen. Oh, we hebben al gekozen. Dan doe ik geniaal weg. En dan kies ik eigenlijk voor een bro. Een bro. Jongens, ik ben bro. spontaan. Even kijken. Ik ben eigenlijk wel spontaan. Even kijken. Lui. Gestoord. Gestoord. Caribbean Labrador. Oh, wat leuk. Nou, ja, leuk. Oh, we kunnen hem dikker en dunner maken in hier. Oh, wauw. Kijk nou. Je kan de bovenbenen dunner maken. Oké, we gaan gelijk al de sims maken. Ik weet dat ik een beetje een buikje heb, dus ik doe wel een klein beetje breed. En de borstkast, kunnen we die ook een beetje... Oh, what the fuck? Oh, holy fuck. Kan je dat hoofd ook dan heel smal maken, heel breed? What the hell, jongen? Handen. Oh, hier gaan we het krijgen. Oké, het lichaam. Dit is dus de hele... Dit is gewoon het simsveld. Dat is wel heel compact gedaan, hoor. Nou, gaan we hem kleding geven. Ik heb echt... Mijn buik is heel raar daar. Ik doe hem een beetje inkrimpen. Kijk hoor, we kunnen daar eens kiezen. Sportief. Hebben we ook maar één dingetje. We kunnen maar een paar kledingstukken kiezen. Wat zou bij mij horen? Ik vind dit wel heel leuk. We hebben ook nog t-shirts. Oh, oké. Je kan nog meer kiezen. Nou. Dit is ook gaaf. Beetje netjes. Beetje... Oh, dit... Kijk. Roze. Of lekker een uniformpje. Nee, dat hoort niet bij mij. Oh, dit is heel gay. Wat hebben we nog meer? Sweatshirts. Coolbeds. Fantastisch. Kijk nou. Polo's. Ik doe dit coolbedje. Zullen we een roze doen? Dan ben ik een beetje zo'n pimp. Ik vind dit wel gaaf. Oké, we gaan naar... wat is dit dan? Oh. Wow. Arvin de Kres. Boona. Oké, dit is beter. Oké, een hippie hoodie. Probeer deze stijl. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Oh! Waar is mijn shirt? Goed zo. We gaan naar de onderkant. Nou, we hebben natuurlijk een beetje een nette broek nodig. Ik denk ook een zwarte broek. Of je zou dit moeten doen, dat is ook gaaf. Ik doe dit gewoon. Accessoires. Ik hou sowieso niet van accessoires. Maar we geven mij gewoon van die rare broekies. Ringen. Die draag ik ook niet. Verwijderen. Cowboylaarzen. Ik heb nu sandaaltjes aan. Ik doe van die pantoffeltjes. Wat schattig. Ik vind die pet wel echt heel storend. Ik ga eens kijken hoe ik dat kan aanpassen. Lichaam. Oeh, een sixpack. Holy crap. Dat is echt heel lelijk. Ik doe dit maar. Je kan hem ook draaien. Oké, nou dat ziet er goed uit. Tatoeages. Kan je ook nog kiezen? Mijn arm onder... Ik hou sowieso niet van tattoos, dus ik heb sowieso geen tatoeage. Even kijken, wat hebben we nog meer?
Ik heb niet zoveel meer om aan te passen voor accessoires. Kan ik daar geen pet doen? Feestkleding. Ik weet het allemaal niet. Waar is nou mijn kleding gebleven? Ik heb spontaan wat anders aangekregen nu. Dit is mijn kleding. Oké, je kan kiezen voor nachtkleding wat je draagt. Voor sportief, voor formeel en voor feestkleding. Oké, wat grappig. Nou, dit is mijn karakter wel. Bouwrietjes, voer je een beschrijving in. Ik ben geen kaas. Ik ben geen ham. Maar een spektakel. Ik weet niet waarom. Ik sla hem op. Je hebt een huishouden opgeslagen, Bouwrietjes. Nou, dit was het eigenlijk. Creëer je eigen Sims. Het ziet er hartstikke leuk uit. Het is wel verbeterd. Denk ik. Ik heb nooit echt Sims gedaan. Maar het ziet er tot nu toe heel leuk uit. Ik hoop dat je een leuke video vond. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van iets. Ik weet niet wat. Doei doei!